Goedemorgen. Wie was er vorige week bij met kerst? Dat was indrukwekkend, hè? Ik wou nog voor de gein daar gaan staan van de kameel komt zo. Maar soms moet je ook een beetje serieus starten, dus ik was eigenlijk van plan om serieus te gaan starten. Maar wat indrukwekkend was het toch? Ik heb nog geen 25 jaar in de gemeentes gediend, maar we gaan ook al wat langer mee. We zaten terug in de auto. In kerkelijk Nederland bedoel ik dan. En we dachten echt, wauw, wat een kerstdienst was dit. Dus misschien kunnen de mensen die daar meegewerkt hebben gewoon even gaan staan. Even een momentje dat we die ook kunnen eren. Met alle inzet. Muzikanten, organisatoren, kinderwerkers, techniek, versieren, stoelen. Dan moeten er veel meer geweest zijn. Don't be shy. Ga staan als je een deel hebt gehad aan die dienst. Ja, zie je wel. Er zijn er veel meer. Hier, ik heb je staan dansen, zien dansen. Geweldig hoe jullie dat hebben neergezet. En ik werd van de week gebeld door een jongen. Ik ben hem dit jaar tegengekomen. En hij hoedt, wel grappig, zo noem ik dat dan even. Hij hoedt 4000 varkens. Hij werkt in een varkensstal. Dat is zijn lust en zijn leven. Binnenkort ga ik hem opzoeken. En 4000, moet je nagaan wat er allemaal plaatsvindt in zo'n stal. Ja, het verhaal van de verloren zoon kan niet treffender. Maar hij belde me op oprecht en hij zei, Ruben, wat vier je nou eigenlijk met kerst? En die vraag die is, hè, ook als je dus al wat langer meegaat in de christelijke wereld, soms ook een beetje confronterend. Van ja, inderdaad, familie en wat staat er allemaal op tafel en dingen. Maar als we ons realiseren, en dat mocht ik dus in dat telefoongesprek ook weer doen, want hij stelde mij de vraag en ik mocht op dat moment mocht ik het realiseren, dan vieren we nogal wat. Dat de koning gekomen is. En weet je, het feit dat Jezus gekomen is naar de aarde, is Gods bewijs dat hij ultiem met ons wil verbinden. Hij wil ultiem met ons als wereld, als mensen verbinden. Ik was deze preek aan het voorbereiden en ik had boven mijn blaadje gezet gemeenschap, samen. En ik heb dat woord veranderd in verbinding. Ik geloof dat ik vanmorgen iets in uw midden mag neerleggen, in je midden mag neerleggen over de God van verbinding. God wil ultiem verbinden met mensen. En weet je, een van mijn favoriete teksten in christelijk Nederland qua liederen, misschien heb ik het al wel eens genoemd, is dat eerste stukje uit dat lied van Jezus Overwinnaar. En daar zingen we dan, hè, waar u verschijnt wordt alles nieuw. En ik heb een tijd lang een bijbelschool geleid en daar zei ik wel eens tegen studenten, laat de rest van het lied maar zitten, laten we gewoon alleen die regel zingen. Want als Jezus verschijnt, dan wordt alles nieuw. Dan moet ik ook altijd denken aan Psalm 104 vers 30, waar staat als de geest de aardbodem raakt, dan blijft niks hetzelfde. En afgelopen week resoneerde dat die woorden in mijn gedachten. Ik was ook een beetje terug aan het denken over dit jaar. En toen dacht ik, ja, ik ben het enorm eens met die woorden. Waar u verschijnt wordt alles nieuw. Maar eigenlijk gaat het nog verder dan alleen maar dat hij verschijnt. Want hij wil zich met ons verbinden. Dat gaat nog verder dat hij aanwezig is. Soms zullen we misschien in een dienst zijn of het woord lezen en ervaren, hey, God is hier. En dat is indrukwekkend. Maar God wilde niet alleen hier zijn. Hij wilde niet alleen zijn. Hij wil zich met ons verbinden. En dat gaat nog een stuk verder dan dat. En daar gaan we vandaag bij stilstaan. Ik wil met jullie lezen uit Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot 4. Want daar lezen we het verhaal van een man die ook af en toe zou hebben teruggekeken. Het is natuurlijk een beetje, het is 31 december, dus ook goed om een beetje terug te kijken vandaag. En stiekem vooruit, uiteraard. Maar in dit verhaal lezen we het verhaal van een man die zeker af en toe ze hebben teruggedacht en teruggekeken naar de ontmoeting die hier plaatsvindt. En dat is de ontmoeting van Abraham met God. En even voor de context, Abraham wordt iets eerder genoemd in hoofdstuk 11, maar ja, het is ergens een beetje onbeduidend. Hij komt een beetje uit het niets. Het had voor het gevoel ook zomaar iemand anders kunnen zijn. Maar God verschijnt in zijn leven. En weet je wat alvast het mooie is om te weten?
datgene wat God bij Abraham wil doen, dat kan hij tegenwoordig ook bij ons doen. Waarom? Jezus is gekomen. Er is ultieme verbinding gekomen met de hemel, tussen de hemel en de aarde, tussen God en ons. Er is verzoening gekomen. En daarnaast is de Geest gekomen. En omdat de Geest gekomen is, kan God ons persoonlijk roepen. En ons persoonlijk verkwikken. En zich persoonlijk elke dag met ons verbinden. En we gaan daarvan lezen uit Genesis hoofdstuk 12. De Heer zei nu tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En weet je, dit verhaal is een verhaal wat heel veel indruk heeft gemaakt op veel meer mannen en vrouwen Gods. Een van de plekken waar dit verhaal nadrukkelijk wordt aangehaald is in Hebreeën hoofdstuk 6, waarin de schrijver van de Hebreeënbrief aanhaalt wat hier eigenlijk plaatsvindt. Dat de God van hemel en aarde op bezoek komt bij Abraham uit het niets. Ik zei al, ja, hij had ook iemand anders kunnen kiezen, maar hij gaat naar Abraham toe. En dat er als het ware een connectie tot stand wordt gebracht. Met een duur woord kan je dat later ook noemen, zeker als je verder leest, de Genesis 15... Een verbond. Er vindt een verbond plaats. En die Hebreeën schrijver die is daar heel erg van onder de indruk. En die schrijft ook iets verderop, die tekst die staat als goed is ook op de beamer. Omdat God aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, vers 17, heeft God die bekrachtigd met een eed. En hier vindt iets indrukwekkends plaats. Iets wat belangrijk is in de wereldgeschiedenis. Want God besluit allereerst met woorden, in dit verhaal met woorden, om zich aan Abraham te verbinden. En om te zeggen, ik ga iets doen in jouw leven. En weet je, ik hoop als je hier zit en als je terugkijkt op je leven, misschien terugkijkt op dit jaar, dat je daar misschien net zoals Abraham, het is een andere setting, we wonen tegenwoordig niet in tenten, we zijn geen nomaden, we hebben iPads, we hebben alle andere gedoe om ons heen, stenen muren. Maar ten diepste zijn we natuurlijk nog hetzelfde. We zijn ook gewoon reizigers in deze wereld. En soms wonen we ergens wat langer of zitten we ergens 25 jaar. Maar op zich is er niet heel veel veranderd. Ook wij zijn op deze planeet terechtgekomen als mens. We leven hier op deze planeet. We doen onze dingen. En er lijkt allemaal heel veel structuur om ons heen te zijn. Maar wie zijn we nou eigenlijk? Hoe kwetsbaar zijn we nou? En hoe zit het leven nou eigenlijk in elkaar? Ik werd afgelopen week onverwachts een nacht in het ziekenhuis opgenomen. En ik heb ook daar weer gerealiseerd van ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk voor een voorbijganger op deze aarde? Wat ben ik beperkt in hoe ik mezelf soms dus gezond kan houden of kan maken of wat dan ook. Het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Maar er is niet zoveel veranderd. En ik hoop dat als je terugkijkt op afgelopen jaar, dat je deze momenten kent. Dat de God van hemel en aarde dichtbij heeft mogen komen. En misschien is het geweest door een woord. Misschien is het geweest door een bemoediging. Misschien is het geweest door een droom. Misschien is het geweest door dat je zelf ergens in bent uitgestapt. Wat moeilijk was, wat moedig was. En dan hoop ik dat je dat koestert. Want net zoals de Bijbel deze momenten koestert. Die momenten dat God een leven binnenkomt. Zo mogen wij dat ook koesteren. Ik weet nog dat ik afgelopen zomer was ik op weg naar een spreekbeurt. Ergens regio Rotterdam was het. En ik zat vastberaden in de auto en ik ervoer. En ik had vanmorgen een soort gelijke gedachte. Daarom moest ik er net ook nog even aan denken. Ik ervoer dat God iemand zou roepen in die dienst. Nou, dat was nog een zwaar woord. En ik dacht dat het iemand was in het team. Dus ik begon die gebedstijd voor die dienst. En ik zeg, ja, ik ervaar dat God iemand wil roepen. Wat ik niet helemaal door had, was dat ik dat zelf was. En ik stond huilend in die dienst. En volgens mij waren de liederen helemaal niet zo dat ik heel hard moest huilen. Maar ik huilde en ik huilde en ik huilde. En ik ervoer opnieuw dat God zei, wil je mij volgen? Wil je alles geven? Ontvang je mijn liefde?
En ik was heel bravoerig. Ik dacht, ja, tuurlijk, ik ga hier het evangelie brengen en dan gaat iemand geroepen worden. Yes! En toen was ik het zelf. En toen was het ook wel weer ergens confronterend. En dat zal het voor Abraham ook wel geweest zijn. Want even voor de goede orde, ja, mooie woorden. In Genesis 12 zijn het slechts nog woorden. En voor de helderheid, hij was 75. Dus wanneer je deze gemeente ook verlaat, reken er maar op dat je nog steeds volop gebruikt kan worden. Op een volgende plek. En hij had een vrouw, maar had geen kinderen. Dat lezen we in het hoofdstuk ervoor. Dus zijn situatie was in die zin, ja, vrij eenvoudig. En God roept hem met woorden. Maar dat is ook een beetje wat ik net al zei. God roept ons, het woord is beschikbaar, maar God wil het niet alleen bij mooie woorden laten. De verbinding die God wil brengen tussen de hemel en de aarde, tussen hemzelf en jou, die gaat verder dan alleen woorden. Hij wil zich verbinden. Hij is geen mooi evenement waar je op bezoek gaat als een van de aanwezigen en denkt, nou wat mooi hier, wat goed geregeld. God kan dat gebruiken, maar dat is hij niet. En in de cultuur waarin we heel erg zijn van groot dingen opblazen en mooi maken en et cetera, is hartstikke goed, moeten we dat niet uit het oog verliezen. Dat God ons persoonlijk wil roepen. Dat hij zich persoonlijk met ons wil verbinden. Ja, Ruben, je zegt wel woorden, maar het was een verbond. Ja, dat is waar. Dat gaat wel wat verder dan woorden. Dat is ook waar die Hebreeën schrijver dus over schrijft. Het was niet alleen een belofte, zegt hij daar. Nee, het was zelfs zo dat God eigenlijk een zwering deed. Hij zwoer bij zijn eigen naam. Hij plaatste een eed. En hij zei, dit is wat ik met jou ga doen. Dit is je toekomst. Dit is hoe ik me aan jou wil verbinden. Hij is de God van verbinding. De God van alle terreinen van ons leven mee willen verbinden. En als we kijken naar de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, hoe de Vader uiteindelijk de Zoon bracht en hoe de Zoon vooruit wees naar de Heilige Geest, dan zien we in die elementen hoe zeer God verlangt om persoonlijk zich met ons te verbinden. En daar ga ik straks nog iets meer over zeggen. Maar misschien had je gedacht van, hé, hij staat daar niet met een kameel, maar wel met een geel lint. Wie had dat gedacht? Een aantal niet, dat is ook wel echt bijzonder. Als spreker, dan bereid je altijd een beetje voor. En dan vind ik het altijd leuk om een beetje iets te doen wat mensen denken van, wat is die nou aan het doen? Wat is die nou mee bezig? En dan moet ik mijn mond dicht houden om aan het begin niet al iets over dat lint te zeggen. Dus het was eigenlijk mijn bedoeling dat je heel hard tot nu toe had zitten nadenken over wat moet hij nou met dat lint. Dat was mijn idee als prediker, had ik dat zo voorbereid. Ik had niet zo goed voorbereid, want ik had thuis hadden we geen gele linten. Ik denk, mijn vrouw die heeft allemaal kleding, die heeft ongelooflijk veel gele linten. Want die heeft altijd linten en dingen en tasjes. Jullie weten hoe het werkt, mannen. Maar geen geel lint, dus ik had een tasje geknipt van de Intertoys. Het zag er niet uit, maar gelukkig hebben we hier kinderwerkers, halleluja. En die hebben hem uit de brand geholpen. Er was eens, het begint wel een beetje heftig, er was eens een oorlog. En die oorlog die was in Vietnam. Dat is waar gebeurd. En Amerika, zo gezegd, wilde daar de mensen bevrijden, helpen. Maar die oorlog is als het ware, in de publieke opinie is die oorlog mislukt. En heeft dat heel veel teweeg gebracht wat niet had gemoeten. Nou, ik ga daar verder nu niet te veel op in. Maar de soldaten die in die oorlog vochten, die voelden zich er heel erg schuldig over. Waar heel veel mensen waren er verloren gegaan. En ja, publieke opinie, media van, hey, het klopt niet, het is waardeloos, bla bla. En het verhaal gaat dat de soldaten daarom ook onzeker waren of ze nog wel welkom waren terug thuis in Amerika. Of ze nog wel thuis ontvangen werden. Want zij waren verantwoordelijk voor wat daar gebeurd was. En zo is het verhaal van een soldaat die zich afvroeg, kan ik mij nog wel verbinden met thuis? Met zijn gezin, met zijn familie? Willen ze me nog wel hebben? Ik heb er een potje van gemaakt. Het is een verloren oorlog.
Zoals er helaas verloren oorlogen zijn. Kan ik nog wel thuiskomen? Kan ik nog wel in verbinding komen met mijn vader, mijn moeder, mijn vrouw, mijn kinderen? Willen ze me nog wel hebben? En omdat er velen waren die ook daadwerkelijk werden afgewezen, besloot hij om een brief te schrijven naar huis. En hij schreef een brief en in die brief zei hij: ik weet niet zeker of jullie mij nog wel willen hebben. Want ik heb fouten gemaakt en ik ben medeverantwoordelijk. Maar ik ben wel benieuwd of ik nog misschien een keer mijn kinderen kan zien of jullie papa en mama kan zien. En hij schreef in die brief: ik zal in een bepaalde periode van het jaar zal ik een keer langs het huis fietsen of rijden. Als ik nog welkom ben, als jullie je nog met mij willen verbinden, hang dan een geel lint aan de deur. Zodat ik weet dat ik op een later moment kan aanbellen en binnen kan komen. En op die desbetreffende dag dat hij langs fietste langs het huis, hing er niet één lint aan de deur, maar hing het hele huis en alle bomen in de tuin vol met gele linten. Kan ik mij nog verbinden? Mag ik me met jou verbinden? Zegt de vader tegen de mensen. Niet omdat ik één keer dan verschijn, maar omdat ik eigen wil worden in je leven. Dat ik alle haarvaten van je leven eigen wil worden. Dat mijn verbond, verbinding, dat mijn verbond mag doorsijpelen in alle hoeken en gaten van jouw leven en van je gemeente en van je dorp en van je land. Delirious, een christelijke band, heeft ooit een lied erover geschreven, daarom herinner ik mij dit. Met de term White Ribbon Day. Witte lintendag. Want na kerst kwam er ook een witte lintendag. Dat Jezus Christus zijn witte doeken op zijn graf legde. Zodat de mensen konden zien, de discipelen konden zien. Deze man is opgestaan uit de dood. Heeft witte linten teweeg gebracht. En dat is de ultieme redding, lieve mensen. Dat is de ultieme verbinding. Het ultieme bewijs. Hoe God zich met deze wereld wil verbinden. Maar verbinden is niet altijd makkelijk. En weet je, ik zei al, eigenlijk was ik van plan om dit woord te houden rondom gemeenschap. Rondom verbinden met mensen. En dat komt een beetje door de laatste keer dat ik hier gesproken heb. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, misschien wel ongeveer een maand geleden. Toen heb ik gesproken over generaties. Dat God wil werken door generaties. Dat hij mensen wil gebruiken als vaders en moeders. Dat hij mensen om je heen wil geven als vrienden en als peers om samen mee op te trekken. En dat hij het zo gemaakt heeft dat wij als groeiende christenen mensen verder mee mogen nemen die nog een stukje minder ver op de rit zijn. En velen van jullie hebben na die dienst, van het eind van de dienst, een hand opgestoken of een beslissing genomen. En gezegd: ik wil iets met meer vrienden om me heen. Meer mensen die mij kunnen helpen, zoals Petrus, Johannes en Jacobus had. Of je bent gaan staan en hebt gezegd: ik wil me meer gaan gedragen als een geestelijk vader of moeder. Ik wil in dat plan van God gaan wandelen. Of je hebt gezegd: ik heb eigenlijk gewoon een geestelijke vader of moeder nodig. Iemand die mij meeneemt naar meer van God. En je zult dat je nog wel herinneren. Concreet is het zo dat, wil ik alvast zeggen, dat op 31 januari gaat er een traject starten voor mensen die overwegende zijn om een huiskring te starten. Of een groeigroep. Dat gaat ook nog in de nieuwsbrief komen. Maar als jij het verlangen hebt om een geestelijk vader of moeder te zijn, zou ik je aan willen moedigen: kom daar eens heen. Weet je, een groeigroep is niet gelijk 35 man. Jezus had er 12 en daarbinnen had hij de 3. Mensen die hij meenam. Als je dat overweegt, nou, overweeg dat eens. Kom daarheen. Op 31 januari. 2, op Valentijnsdag, 14 februari, zijn we van plan, samen met Rob, ik weet even niet waar je bent, om een avond te organiseren, een soort datingavondachtig.
14 februari, nou, we vonden het wel een leuke link. Om gewoon eens te onderzoeken als jij zegt, hey, ik heb een geestelijk vader of moeder nodig. Of ik wil een geestelijk vader of moeder zijn, kun je ook naar die avond komen. Om gewoon eens te sparren met wat mensen. Je zit niet gelijk overal vast. Je hoeft niet gelijk heel je leven, nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon met leren kennen van elkaar. Het gemeenschap hebben met elkaar. Want de groeigroepen en de relaties waarin we anderen meenemen, zijn de ultieme plekken waar wij als mensen ons met elkaar kunnen verbinden. Dat was dus ook een beetje de reden dat ik in de voorbereiding naar deze preek dacht, daar ga ik over spreken. Over dat God gemeenschap tussen mensen wil bewerken. Maar ik zei al, naarmate de tijd vorderde, merkte ik, nee, ik ervaar dat ik moet spreken over dat God een God is van verbinding. Dat Hij allereerst met ons wil verbinden. Want als we puur gaan kijken naar het menselijke, de interactie tussen mensen, dan word je op een gegeven moment teleurgesteld. Het zit hem niet in dat systeem aan zich. Het zit hem in het feit dat we een God hebben die ultiem verlangt om met ons te verbinden, persoonlijk. Maar vanuit die persoonlijke verbinding en als hulpmiddel ook de gemeenschap wil laten bloeien, zodat je kan kijken naar mensen, dat je kan leven met mensen. En daardoor die verbinding met God ook dieper gaat worden. En die verbinding met God in jouw leven gaat helpen om andere mensen verder met hem te verbinden. Ik had een paar jaar geleden het voorrecht om samen met een geestelijk vader van mij, Jan Sjoerd Pastekamp, een middag te gaan naar Anne van der Bijl. Ik zal het nooit meer vergeten. Ik zat met twee generaals aan tafel. Jan Sjoerd zei, wil je een middag met me mee? We gaan lunchen met Anne van der Bijl. Ik dacht van zo, dat geloof ik bijna niet. En terwijl we daar aan tafel zaten, vroeg ik aan Anne van der Bijl. Ik zeg, Anne heeft zoveel meegemaakt. De oprichter van Open Doors heeft zoveel meegemaakt. Heeft u van mij een levensles? En hij keek me aan en ik had gedacht, nu komt er iets heel geestelijks, weet je wel, iets met engelen en zo en dingen. Ja, Anne van der Bijl en Jan Sjoerd, hallo. Ongeveer 1 plus 1 is engelen, weet je, dat idee. En hij keek me aan en hij zei, Ruben, mensen zullen je teleurstellen op een keer. Dat was zijn levensles. En daarna zei hij, weet je, en er is 1 ding erger dan vallen, dat is dat je niet meer opstaat. En ik werd daarbij ook bepaald bij het middelste vers van de Bijbel, staat in Psalm 118. Daar staat, het is beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen. Dit is niet echt een promotiepraatje voor een groeigroep en voor gemeenschap. Dit is eerder een promotiepraatje om te zeggen, ga gewoon lekker naar de dienst, ga op je stoel zitten en wacht gewoon lekker af. Aanbidding, dingen worden geregeld, sprekers met allemaal leuke foefjes en zo, kamelen. We regelen het wel. En toch, lieve mensen, ligt in die gemeenschap een groot stuk hoop. Waarom? Omdat we leven met een God van verbinding. Omdat het God is die zich met mensen wil verbinden. En dat het God is die door de verbinding met hem heen zich met anderen wil verbinden. En vice versa. Maar verbinding, en dat zal je denk ik met me eens zijn, verbinding is niet makkelijk. Want je komt ook jezelf tegen. Dan zit je daar met een of andere enthousiasteling, terwijl je zelf gewoon verdrietig bent. Schiet niet op. Of je bent zelf heel erg enthousiast, en degene naast je, die doet maar wat. Schiet ook niet op. Als mens kan je daar snel in teleurgesteld worden. En ga eens eerlijk kijken naar de afgelopen jaren in je leven. Kijk, corona was, zeg ik het voor mezelf, ook wel lekker. Op sommige manieren. Even gewoon heel veel afspraken niet, geen verjaardagen. Heerlijk. Ja, sorry, we kunnen nu echt niet komen, het is corona. Nee, dat begrijpen we wel. Nou, waren er meer mensen die dat dachten of niet? Zie je, er zijn meer handen dan mijn gele lint. Allemaal oortjes en aardjes, maar het was wel lekker. Even gewoon terug. En eerlijk is eerlijk, 2023 was het eerste jaar zonder dat we lockdowns, allemaal andere dingen hebben gehad. We hebben misschien ook weer een beetje moeten leren, na corona, wat het is om ons weer te verbinden. Letterlijk en figuurlijk. Handen geven mag weer, hukken mag weer. Ik geloof dat God zich wil verbinden, lieve mensen. Met ons persoonlijk. En daarnaast ook onder elkaar. En ik zou je gewoon eens willen vragen, hoe staat het met die verbinding in jouw leven?
Hoe staat het met de verbinding met God? Maar ook hoe staat het met de verbinding met anderen? Of leef je in een vrij individueel christelijk leven? En nogmaals, er is wat voor te zeggen, want zeker de maatschappij moedigt ons ook niet aan. De maatschappij zegt respect voor wat jij gelooft. Heel veel respect voor. Ja, dan zit je daar alleen. Met heel veel respect. En de ander zit daar ook met heel veel respect. Een huisgenoot van mij legde het ooit zo uit. Hij zei, stel je zit in de trein van Utrecht naar Amsterdam. En je zit allebei in de trein naar Amsterdam, dus van Utrecht naar Amsterdam. En je zegt, ja, ik ga naar Amsterdam. Oh, daar heb ik echt respect voor. En dat diegene die naast je zit dan zegt, nou nee, ik ga naar Utrecht. Oh, daar heb ik ook heel veel respect voor, dat jij naar Utrecht gaat. Dat is de Intercity in Amsterdam. Echt respect. Zoveel respect dat jij naar Utrecht gaat. Individueel is wel lekker. Is wel makkelijk. Gewoon preekje kijken. Radio aan. Dienstje bezoeken. Maar lieve mensen, ik hoop dat je proeft dat de geest die hierachter zit, is niet een geest van veroordeling of schuld. Maar het is een roep. Het is de roep van God. Dezelfde roep als bij Abraham. Wil je met mij in verbinding komen? Wil je met mij in persoonlijke verbinding komen? Want reken maar dat ook persoonlijke verbinding met God is mooi om dat zo te zeggen, maar is ook lastig. Kijk naar Abraham. Hij moest zijn spullen weer pakken en naar een ander gebied vertrekken. En toen had hij eenmaal de zegen gekregen, had hij Isaac in zijn handen. Wat een mooi beeld. En zei de vader, hé, maar ik wil je ook dieper brengen in vertrouwen. Ik wil je dieper brengen in een verbinding met mij. Ik stond daar net stiekem te zingen, misschien heb je het ook stiekem gezongen. Raak mijn hart voor wat u raakt. Wie heeft het nog meer stiekem gezongen? Ik zing het altijd stiekem, dat vers. Want dan denk ik altijd, oeh, dat is vrij heftig als ik dat echt wil. Want dan gaat de Heer me dus een hart geven voor alle dingen die hem raken. Weg met mijn individuele leven. Dat gaat dan veranderen. Want hij gaat mijn hart raken met wat hem raakt. Mensen in varkensstallen en anderen. Niet vanuit veroordeling, maar vanuit een roep. Waar God zegt, ik wil me met jou verbinden. Ik wil een relatie met jou. Ik ga richting een eind. Maar ik zou die vraag echt willen neerleggen. Terugkijken op het afgelopen jaar. Welke verbindingen ben je aangegaan in je leven? Of bestaan er al heel lang? En wat levert het op? En hoe staat het met die persoonlijke verbinding met God? Hoe staat het met die persoonlijke roep? Dat is een vraag die we elke week kunnen gebruiken. Heer, wilt u me verder roepen de berg op? Nog een geel lint, Heer. Nog een geel lint. U mag komen. U bent welkom. Nog een geel lint. Nog een geel lint. Kom maar binnen. Kom maar binnen. Dat is de persoonlijke vraag tussen jou en God. En daarnaast hoop ik dat als we 2024 ingaan, ik vind het ook heel mooi dat we als leg daar dus tijd en aandacht aan besteden, dat 2024 nog meer een jaar zal zijn van verbindingen onderling. Van een groei van groepen, van een groei van relaties, van een groei van geestelijke vaders, geestelijke moeders. Van een groei van geestelijke jonge mensen die aan opgroeien zijn. En kijk hoe hier een aantal ook vooraan zitten. Wat een helden. Hoe ik ook in de gemeente zie hoe jonge mensen zich inzetten. Ook vorige week. Hoe ze zich inzetten. En hoe ze misschien ook ergens roepen en zeggen, teach me, learn me, neem me mee. Verbind mij met meer van God. Ik snap niet alles. Ik heb er niet altijd zin in. Ik zit soms liever thuis op de bank. Wil je me helpen te verbinden? En ik geloof voor de gemeente, en ik geloof dat het ook het hart is van de Oudste Raad. Ik geloof dat ook voor 2024, als we dat nu gaan instappen, dat dat het hart is ook wat er leeft. Om meer in verbinding te komen met elkaar. Waarom? Zodat jongeren, uiteindelijk ook jongeren en ouderen uit varkensstallen, hier een plek vinden en weten, ik kan hier goed binden. Ik kan hier de God van hemel en aarde persoonlijk leren kennen, net zoals Abraham. En hij kan me roepen. Maar er is ook meer. Ik kom ook in meer verbinding terecht. De verbinding met God. Niet alleen zijn aanwezigheid. Niet alleen zijn langstrekken. De verbinding met God is ultiem. Het raakt alle vezels van ons lijf, van ons leven. Een van de dingen die ik, buiten hier, de dingen die ik hier doe, is dat ik graag bij ondernemers langs ga om te bidden voor hun bedrijven. En afgelopen jaar heb ik de moed gehad om 2 keer ook een reis te organiseren voor ondernemers. 1 keer in maart en nu een paar weken geleden naar Italië, naar de Etna, de vulkaan
vulkaan Etna. Een dag later barstte die uit. Ze zeiden, Ruben, je gebed is al vrij krachtig. Want ik liep heel de tijd bidden dat we een uitbarsting zouden meemaken. Maar nog één dag te laat. Mijn gebed is nog één dag te laat. Misschien was het dat we gespaard zijn. Maar op een van die momenten was moe. Ik had een klein team geformeerd. Uiteindelijk 16 ondernemers. Dus 16 mensen met bedrijven en dingen. En ik had een klein team geformeerd. En op een van de avonden besloot ik om nog even te bidden. Want ja, dat hoort ook zo hè, als team. Dat je even nog bidt. En even de dag na praat. Gewoon een kwartiertje en dan naar bed. En die teammeeting die heeft 3,5 uur geduurd. En na 5 minuten lagen we met z'n allen op de grond. Huilend. Misschien wel een beetje vergelijkbaar met in het ziekenhuis van de week. Dat ik dacht, ja, wie ben ik? Maar het is de God van hemel en aarde die zich verbond. Het was zo indrukwekkend, eigenlijk uit het niets. Maar we namen de tijd ervoor. We zeiden, Heer, kom maar. Gele linten. Meer verbinding. Meer verbinding. Meer van u. Meer van u. Als God zich verbindt, waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Dan raakt dat ons leven op alle terreinen. Hij is de God van verbinding. Als we kijken naar de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, zien we dus in Genesis 12 een vader die zich allereerst verbindt bij Abraham met woorden. Hij verbindt zich met mensen met woorden. En daar moeten we ook niet te makkelijk over doen. Het woord van God creëert verbinding. Het nemen tot ons van het woord creëert verbinding met God. Het zijn niet alleen letters. Het creëert verbinding. En we zien als de tijd vordert dat God komt met wonderen. Wonderen en tekenen. En ook met zorg. Er wordt gezorgd voor de menigte. Een wolk, een vuur. Zeeën die opensplijten, rotsen die openbreken. En God verbindt zich met de mensen met woorden. Hij verbindt zich met mensen met wonderen en tekenen. Het is nog steeds wel vrij massaal. Het is als het ware alsof God in groepen lijkt te denken. Het volk Israël wordt geleid. En er zijn ja enkele binnen het volk en binnen die geschiedenis waar we al zien dat de geest van God op neerkomt. Waar de geest van God mensen begint persoonlijk aan te raken. Simson, anderen, die God persoonlijk aanraakt. David spreekt ook heel veel over voor de geest, hoe de geest in zijn leven werkt. Maar het is nog steeds vrij massaal en dan enkele waar God zich mee lijkt te verbinden. En dan komt het ultieme bewijs. 2000 jaar geleden, we hebben er vorige week bij stilgestaan. God wil zich ultiem verbinden met ons leven door de komst van Jezus Christus. En dan zou je misschien zeggen van, misschien ben je hier voor het eerst, of was je met kerst voor het eerst. Hoe kan dat nou? Dat zijn mooie woorden van weer zo'n prediker, maar dat is toch 2000 jaar geleden. Dan moest ik ook tegen die jongen uit die varkensstal zeggen. Ja, het is 2000 jaar geleden, maar wat heb ik daar nu aan? Ik zit nu tussen de varkens, hij letterlijk. Hoe kan dat nou verbinding brengen? Dat was 2000 jaar geleden. Nou, allereerst kan het verbinding brengen omdat God, doordat hij mens is geworden, ons ultiem kan begrijpen. Ook dat is waar Hebreeën over spreekt. Hij is mens geworden. Ooit moest ik spreken in India tussen de kinderen in de sloppenwijk. Ik dacht, ja, wat moet ik nou zeggen? Ik ben een doorvoede Hollandse gast. Wat kan ik die kinderen, die jongeren, die meiden nou meegeven? Toen voelde ik dat de Heilige Geest zei, ga spreken vanuit Hebreeën 2. Dat ik ook een mens ben geweest. Dat ik ze snap. God is mens geweest in Jezus. Dat is het bewijs van ultieme verbinding. Daarnaast heeft Jezus ook iets bewerkt wat we misschien nu niet gelijk zien. Hij heeft ons afgekocht. Ook dat is verbinding. Hij heeft betaald. Ook dat is verbinding. Van God naar de aarde. En hij heeft ons verzoend. En ik begrijp als je daar op je stoel zit, je nog steeds kunt denken, ja, maar het zijn allemaal woorden. Het zijn allemaal mooie woorden. En het zou misschien zo kunnen zijn, Ruben, maar ja, het zijn woorden. Dat ergens heeft plaatsgevonden. En daarom is het ook zo van belang wat er daarna kwam in de geschiedenis. Want het was de vader die zei, er zal een kind geboren worden. Jesaja 53. Er zal een kind geboren worden. Een jongen. En hij zal kunnen meevoelen. En de mensen hebben hem verwacht. En uiteindelijk was hij daar, Jezus Christus. En toen kwam het. Toen zei Jezus in Johannes 14, 15, 16. Het is beter voor jullie dat ik weer ga. Hè? Hij wilde toch verbinding met de mensen?
Waarom is het dan beter dat hij gaat? Jezus zelf verwees dat het beter was dat hij ging. En dan komt Handelingen 1 vers 4, waar Jezus zegt, als ik ga, dan kan de belofte van de Vader komen, de Heilige Geest. En door de Heilige Geest zijn het niet alleen meer woorden, is het niet alleen maar een eed van zoveel jaar geleden, is het niet alleen begrip van iemand die ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt, of erger. Nee, door de Heilige Geest gaat die verbinding naar inwoning en kracht. En gaan wij in ons leven ervaren en leven dat God zich ultiem met de mensen wil verbinden. Misschien kunnen we een moment gaan staan. Ik wil het worship team vragen om naar voren te komen. Lieve gemeente, lieve broer, lieve zus. De jongen liep langs het huis. En misschien dacht hij, klein lintje. Klein geel lintje. Misschien was hij huiverig van tevoren dat hij dacht, ja, misschien is het weggewaaid. Misschien moet ik goed zoeken. Misschien heeft hij zich druk gemaakt. En nogmaals, deze dag, Yellow Ribbon Day, is een officiële dag in Amerika. Het gaat nog steeds, dat verhaal is nog steeds actueel. Klein geel lintje van verbinding. Ja, kom maar een keer langs, joh. Wou gewoon een keer door het raam kijken. En de militair die fietste langs het huis. Het eerste wat hij zag was een struik aan de rand van de tuin. Met gele linten. En toen hij verder keek, zag hij de appelboom vol met gele linten. En toen hij goed naar het huis keek, zag hij, wauw, ze zijn zelfs het dak opgegaan. Om alles vol te hangen met gele linten. Van verbinding. Dank u wel, Vader God. Dat u niet alleen wil verschijnen. Dat u alleen wil langstrekken. Dank u wel, Vader God, dat de geschiedenis laat zien. Dat u kwam bij Abraham. Om hem mooie woorden te geven. Woorden van een verbond. Dank u wel, Heer, dat u Jezus gaf. Ook voor heel 2023. Om ons te kunnen begrijpen. Hij begrijpt het. Hij begrijpt het als je mensen bent verloren. Hij begrijpt het als je onrecht is aangedaan. Hij begrijpt het als je niet hebt gekregen wat je wel had verdiend. Hij begrijpt het. Hij is de Zoon van God. En kan ultiem met jou verbinden. In je diepste noden van afgelopen jaar. Hij snapt het. Afgewezen. Alleen pijn en verdriet. Moet dit echt, Heer? Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij begrijpt het. Hij begrijpt hoe het is. Hij wil daarin met jou verbinden. Hij heeft ook een losprijs betaald. Hij heeft betaald. Betaald voor het gedoe. Betaald voor de zoektocht. Betaald voor de rotzooi die je soms achterlaat. En Heer, u liet het daar niet bij. U kwam vervolgens met uw geest. En u bent hier met uw geest op dit moment. Om ons met u te verbinden. Om te spreken tot ons hart. Om ons te bedienen. Om ons te roepen. Om ons te verkwikken.
om opnieuw ook op dit moment een nieuwe hoop in je binnenste te plaatsen. En ik wil dat uitspreken, ook voor het jaar dat komt. Dat er een nieuwe hoop in je binnenste zal geplaatst worden. Heilige Geest, u bent in staat om dat op dit moment te doen. Want u bent de Parakletos, de naastkomer, hoeveel verbinding kan er zijn. Om op dit moment hoop te brengen in ons hart voor het jaar wat komt. En Heer, we verwachten u. We verwachten en we zoeken u voor wat komt. En lieve mensen, ik ga dit lint hier vooraan achterlaten. Als er iemand is die straks zegt, ik wil dat lint gebruiken. Dan mag je hem meenemen. Ik heb nog het rolletje ook, dus die zal ik erbij leggen. Neem het mee als een banier van verwachting. Waarin de Vader allereerst tegen jou zegt, kom maar, ik wil me met jou verbinden. Maar waarin je tegelijkertijd ook mag zeggen, Heer, ook ik hang mijn hele tuin, mijn hele hart vol met gele linten. Want u bent welkom in mijn leven. Dank u wel, Vader, voor uw kracht. Dank u wel voor uw nabijheid. Dank u wel dat u hier op dit moment bent. En mensen, blijf gefocust, ook als we het volgende lied zingen. Blijf gefocust en zeg, Heer, hier zijn mijn linten. Hier is mijn verlangen om uw verbinding te ontvangen. En dank u wel dat u beweegt. Want u zegt in uw woord dat u niet ver bent van ieder van ons. Dat u dichtbij bent. Dat u de God bent van Abraham, Isaac en Jacob. De God van generaties. De God van verbinding. In Jezus' naam.